Ik heb mijn bureau een beetje opgeruimd. Ik heb hier nu voor mij een stroomblok voor al mijn computerdingen. Naast mij een stroomblok voor alles op te laden. En een knopje om dit te doen. En then there was light. Ik had misschien gezegd dat ik geen video ging maken de komende 2 weken. Maar ik ga toch een koffie met siroop maken. Oké, okay, laten we eens zien wat de gekozen onderwerpen voor vandaag zijn. To the Twittermobile. Vanwaar je tattoo? Ik heb 2 tattoos. Deze tattoo, die tattoo heb ik laten zetten door Chatou. Chatoumpara. Die tattoo heb ik al sinds 2010 op mijn verjaardag. Ik was 23 toen en ik word dit jaar 30. En ik was op reis voor 3 weken naar Sri Lanka. En we hebben daar een kerel leren kennen, Chatoumpara. Chatou was zijn... roepnaam, een chatou-tattoo. En die zette tattoos als hobby eigenlijk. En het was mijn verjaardag en hij zei... Tom, you get a tattoo from me for your birthday. En ik... Ach ja, waarom niet? We zijn maar 1 keer jong, hè, of zo. Dan heb ik dit eigenlijk getekend. En hij heeft het op mijn pols gezet, als een mooi aandenken. Ik heb het ook hier laten zetten, want als ik een horloge draag, dan ziet het gewoon niet. Want toen dacht ik nog aan mijn toekomst, mijn jobmogelijkheden en al. Maar eigenlijk, iedereen mag tattoos hebben in onze sector. En dan heb ik nog een tattoo op mijn been. Het is niet op mijn poep, hoor, mensen. Het is niet op mijn poep. Woe! Die stoel staat los. Hier. Nu nog eens inzoomen. Ja, ik ben dus gewoon mijn poep aan het filmen, hè. Dus ik heb vanachter op mijn been ook een tattoo en die heb ik laten zetten in Thailand. Tijdens een andere reis naar Laos, waar we in de laatste dagen in Thailand zaten. En daar heb ik nog een tattoo laten zetten, dus ja. En de betekenis van die andere tattoo is zo onrechtstreeks. Ga er niet vanuit dat je nog maar 1 dag te leven hebt. Ga er vanuit dat je nog lang leeft. Dan kun je nog beginnen aan grote dingen ofzo. Dat is de betekenis die ik erachter zie, dus begin aan grootse dingen. Want sommige mensen zeggen, doe alsof dat je laatste dag op aarde is, waardoor dat je veel te zotte dingen doet. Maar soms denk ik dat het gezond is om ervan uit te gaan dat je nog lang zult zijn en dat je aan grote dingen moet beginnen of zo. Grootste dingen. Dat je soms wat tijd moet investeren voor dat je iets moois kunt bereiken. Ja, ja. Zever allemaal. Eh? Oké, okay, volgende. Vertel eens leuke weetjes over het sterrenstelsel. Ik weet wel ene. Allee, ik weet niet of dat waar is, maar ik heb dat eens gelezen. Wist je dat sinds dat Pluto ontdekt is, Pluto nog geen 1 keer rond de zon is gedraaid? Dus eigenlijk, sinds de ontdekking van Pluto is er nog geen Pluto-jaar voorbij gegaan. En ondertussen is Pluto dus ontdekt geweest als planeet. Dat was plots geen planeet meer. En ondertussen is Pluto dus wel weer een planeet of zo van ons sterrenstelsel. Geen idee. Oké, okay, rare planeet Pluto. Ah ja, en de maanlanding, dat was in 69 en dat is een ondeugend getalletje. Broemtsch. In welke fictionele wereld zou jij willen verblijven? Het mogen ook meerdere werelden zijn. De Pokémon-wereld. Want daar kon je eigenlijk Pokémon-trainer worden zonder u te moeten focussen op shit, ik moet een job hebben en rondkomen in mijn leven. Want eigenlijk, meneer Ketchum van Pokémon-dinges, die reist al heel zijn leven heel de Pokémon-wereld rond en speelt een beetje met Pokémons en vangt Pokémons, beleefde avonturen en kost hem allemaal 0 euro. Dus eigenlijk zou ik liefst van al in de Pokémon-wereld rondlopen, dat is eigenlijk gewoon een hoesting doen en niet moeten werken en u geen zorgen moeten maken over waar dan gaan slapen. En als je Pokémon ziek zijn, dan kunnen ze gewoon gratis laten genezen. Ja, Pokémon wereld. En Pokémon zijn gewoon cool, dus ja. Als je een bucketlist zou kunnen maken, wat zou je nog willen doen en waarom? Zijn er bekende personen die je ooit graag zou willen ontmoeten? Dwayne The Rock Johnson. Ja, die wil ik wel eens ontmoeten. Een bucketlist, ja. Nee. Als je jezelf met een DC/Marvel-hero moet vergelijken, op welke hero zou je het meeste lijken? Ik denk Star-Lord, want ik luister wel graag naar muziek waarop dat je kunt dansen. Star-Lord van Guardians of the Galaxy. If you like pina colada! Dus ja, Star-Lord, hè. Wat moet er op uw perfecte pizza? Sowieso vlees en geen tomatensaus, want ik ben eigenlijk niet zo verzot op tomatensaus. Dan denkt iedereen, what? Pizza zonder tomatensaus! Sorry jongens, ik hou zo van die romige pizza's. Allee, ik weet zelf niet of je dat pizza kunt noemen, maar... Ja, dus geen tomatendingen. DC of Marvel. Ik heb hier 1 strip van Batman vs Superman eigenlijk. En dat verhaal is echt zo goed. Je merkt dat Batman gewoon kapot is. Dat hij al jaren, maar echt jaren, vecht tegen de misdaad. Het is een personage dat zo hard heeft afgezien in zijn leven. En is daar ook door getekend. En dat merkte niet in de films. Nee, het zijn echt dwaze, stomme films. Dus om het nog eens samen te vatten. DC in de strips, echt top. Marvel in de films, echt top. Wat is op schaal van 1 tot 10 je favoriete kleur van het alfabet? Jouw moeder.
Wat dacht je van een challenge? Probeer over elk onderwerp al rijmend te praten. Star Wars of Star Trek? Ach, what the heck. Star Wars is echt wel mijn favoriet en Star Trek niet. Amai, ik ben goed in rijmen. Wat rijmt er op rijmen? Rijmen. Rijmen. Ik weet dus niet wat er rijmt op rijmen. Ach ja, ik ben misschien toch niet zo goed in rijmen. En om deze video af te ronden ga ik nog één leuk weetje opzoeken over de ruimte dat ik zelf nog niet weet. Leuke weetjes over de ruimte. Alsjeblieft, Google, kan je dit vinden voor mij? Dank u, groeten, Sirop. Deze 5 feitjes over de ruimte wist jij nog niet. Hoe kun je nu weten dat ik dat niet weet? Wist je dat je op Venus om de dag jarig bent? Wist je dat fruitvliegen de eerste aardse levende wezens waren die de mens de ruimte heeft ingestuurd? Nee, dat wist ik nog niet. En ik mag denken dat het een hond was. Wist je dat hond Laika het eerste zoogdier was dat levend rond de aarde cirkelde? Wist je dat Laika gewoon opgebrand is in de atmosfeer en dat ze een filmpje hebben gemaakt nadien waarin dat blijkt dat ze hem gewoon weer mooi uit dat ruimteschip halen? Laika is echt op een foute manier gestorven. Wist je dat de maanlanding in scène is gezet?